Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Volgens nog geen bewolking boven Nederland, maar ten westen en zuidwesten van ons land liggen wel wolken klaar. Die komen onze kant op, maar daar merken we vanochtend nog helemaal niets van. Want dan is het zonnig en lopen de temperaturen snel op, naar 13 tot 17 graden. En aan het eind van de ochtend is het op veel plaatsen al 20 graden. En vanmiddag komt er nog meer bij, want het wordt 24 tot 25 of misschien wel 26 graden. Op de Wadden zo'n 22 graden. Later in de middag meer bewolking en in het zuidwesten kans op een regen of onweersbui en in de avond valt er op meer plaatsen een enkele bui. Maar al snel wordt het ook weer droog. De wind draait dan naar het westen en dan stroomt minder warme lucht het land in. En dat betekent voor morgen bijvoorbeeld lagere maximumtemperaturen. Op de meeste plaatsen is het wel droog. Het wordt 18 tot 20 graden en de wind uit een westelijke richting neemt steeds verder af. Er is ook af en toe ruimte voor de zon. Best een vriendelijke dag dus. Dat geldt ook voor de dinsdag en de woensdag. De kans op regen is en blijft klein. Temperaturen liggen rond de 20 graden, maar er staat wel meer wind. Vooral donderdag kan het flink waaien langs de kust en dan wordt het ook wisselvalliger. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl